Sjoerd, heb jij eigenlijk een beetje vermaakt vanmiddag? Oh, jawel. Ja. Maar voor mij is het anders. Hè. Ik heb de tijd niet gespeeld. Dus ik vermaak me het ook in 90 minuten wel. Maar de eerste helft? Nee, het was heel moeizaam. Ja. Ja, het was weinig, we pakten weinig onze verantwoordelijkheid. Er was weinig beleving, dus dan wordt het moeilijk. Ja, ik hoorde je ook een keer bulderen, is misschien wat overdreven, maar ja, je miste wel wat. Een beetje het gif. Ja, ik vind af en toe dat we wel iets meer onze eigen verantwoordelijkheid mogen pakken en wat meer beleving mogen tonen. En dan hoeft het lang niet allemaal goed te gaan, want er gaat een hoop mis ook in de eerste helft. Maar dat is niet erg, maar als je wel de juiste beleving toont, dan ziet het in ieder geval nog goed uit. Maar nu is het elke keer het kopje hangen nadat wij een balverlies leiden. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Jullie moeten er volgens mij ook veel meer lef hebben. Ook, zeker als je De Kogel en Hendricks straks ook in de spits hebt in de Jubilee League. Ja, dat zijn twee namen waar iedereen wel bang voor wordt. Ik denk, straal er ook uit. Ja, dat klopt. We moeten ze zeker beter benutten. Ook dat ze daadwerkelijk in gevaarlijke situaties komen. Alleen, we zijn met iets andere formaties aan het trainen en aan het spelen. En ik moet zeggen, vergeleken met vorige week tegen Excelsior, zag het er met name de tweede helft al een stukje beter uit. Dus dat geeft dan wel hoop. Alleen inderdaad, we moeten wel manieren gaan vinden om Hendricks en De Kogel in stelling te brengen. En dan weet ik zeker dat ze er ook veel gaan maken. Maar zoals de eerste helft vandaag was dat niet het geval. Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, heerlijk. Ja. Ja, dat zeg ik. Het waren niet misschien de beste 90 minuten. Maar voor mij is elke 90 minuten nu gewoon genieten dat ik weer mag spelen. En helemaal bij de mooiste club van Nederland. Ja, want heb je nog eventjes in zak en as gezeten dat het niet zou lukken? Want we hadden dan zo'n bericht klaarstaan, weet je wel, voor internet. Van Sjoerd Overgoor definitief terug naar Go Ahead Eagles. Nou, volgens mij heeft hij wel een maand offline gestaan. Ja, nee, dat klopt. Het was even iets van de lange adem. Maar natuurlijk was ik af en toe wel ongerust dat ze niet zouden doen. Ze waren daar heel wispelturig in Hongarije. Dan wilden ze me houden, dan wilden ze toch verhuren. En in één keer wilden ze toch overgaan op contractontbinding. Het is daar sowieso, in die landen is het heel snel switchen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld met Mario Been in Cyprus. Dat hij na anderhalf maand ontslagen werd. Dus dat was lastig. Maar gelukkig geen zaak we nemen. En Dennis Becking, die hebben er kort op gezeten. En ja, gelukkig ben ik hier nu. Heeft het jou nog veranderd als mens? Ja, misschien overdrijf ik wel. Maar dat je denkt van, nou, de wereld kan ook zo zijn. Ja, nee, dat wel. Het heeft me, weet je, ik ben er misschien als sportief ben ik er niet helemaal over uitgegaan, maar zeker als mensen. En ook de ervaring dat er daar andere spelletjes worden gespeeld dan in Nederland. En dan ben je eigenlijk ook wel blij dat je in Nederland bent, dat je het gewoon goed hebt. En nee, het heeft me wel in mentaal zeker sterker gemaakt. Hè. Je bent weer terug in het rood en geel. Je hebt veel ervaring hier ook gehad. Kun jij inschalen waar dit team staat in vergelijking met die andere keren dat jij met Go Ahead bezig was om weer in die top van de Super League te komen? Ja, vind ik lastig te zeggen. We hebben zeker heel veel talent. En dat hadden we toen de keren ook. Alleen ik kan me wel herinneren dat jaar met Ten Hag, dat het in de eerste fase ook absoluut niet liep zoals we wilden. En dat we heel makkelijk doelpunten tegenkregen. En dat pas na de tweede seizoenshelft gaat lopen. Dat hopen we natuurlijk nu sneller. Maar ja, we hebben wel heel veel talent. Alleen ik vind wel dat alleen met talent kom je er natuurlijk niet. En we moeten ook met z'n allen hard werken en onze verantwoordelijkheid pakken. Maar als we dat voor elkaar krijgen en we krijgen een beetje vertrouwen in de veldbezetting wat we spelen. Ja, daar kunnen we wel hoge ogen gooien. Ja, want, jullie moeten wennen aan het systeem, maar als het straks eenmaal loopt, tegenstanders zullen er ook moeilijk grip op kunnen krijgen, denk ik. Met, noem het maar twee aanvallers of vier aanvallers. Ja, maar zo is het wel. We moeten gewoon vertrouwen krijgen in het spel wat we spelen. En ik denk, als we daar vertrouwen in krijgen, dan ga je automatisch ook meer uitstralen. Ga je automatisch meer vertrouwen krijgen in jezelf. Ik denk dat als we dan eenmaal voor elkaar krijgen, dat we voor elke ploeg echt een plaag zijn. Ja. Succes. Ja, dankjewel.